Welkom bij een nieuwe inspiratievideo. Vandaag ga ik het hebben over Halloween en waarom geen Halloween te vieren. Want het lijkt toch allemaal best wel gezellig en leuk als het gaat om snoep en grappige kostuums. In Nederland heeft dit feest namelijk ook zijn intrek genomen en de winkels promoten en verkopen er volop mee. De pompoenen, de snoep en allerlei kostuums kun je overal krijgen tegenwoordig. En niet alleen kinderen, maar ook volwassenen vieren tegenwoordig dit feest. De kinderen die gaan vragen voor snoep en die zich verkleden. Nou, afgelopen week bracht ik mijn oudste dochter naar dansles. En tot mijn verbazing waren alle kinderen verkleed en de een nog erger als de ander, die er griezelig eng uitzagen. Nou, dat is dus ook in Nederland heeft het vooral een griezelig kinderfeest. Maar dus zoals ik al zei, niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Maar weten we eigenlijk wel wat we vieren? Weet wel eigenlijk de oorsprong en de geschiedenis van dit feest. Want het was namelijk zo dat in Engeland de Kelten, waar het oorspronkelijk dan vandaan komt, volgens de Keltische jaarkalender op 31 oktober hun jaarwisseling hadden. Ze hebben hun oudejaarsavond. En op dat moment verwachten ze en vieren ze dus dat de geesten vanuit de dode lichamen intrek zou nemen in de mensen die op aarde leven, zodat ze ook het nieuwe jaar weer opnieuw mochten leven. Maar om kwade geesten tegen te houden, gingen ze zich verkleden, enge kostuums aantrekken, enge maskers opzetten om de boze geesten weg te jagen. Nou, daar komt dat griezelige karakter dan ook vandaan. En dat is dus ook wat er gevierd wordt. Deze bron, spreekt de Bijbel, komt voort uit hekserij. En dat zijn dingen waar we ons niet mee bezig moeten mee houden of niet mee in moeten laten. Anders zal het Koninkrijk van God ons onthouden worden, zoals we lezen in Galaten 5. Nou, en de welbekende decoratie, misschien ken je hem wel, de pompoen, hè, die uitgehold wordt tot een geweldige, griezelige decoratie. Nou, ook dat heeft een bijzondere oorsprong, want het verhaal gaat erover dat Jack de Lantaarn, zo heet hij dan, leefde op aarde en lastiggevallen werd door eigenlijk de duivel. En die wilde mee naar de hel nemen, maar Jack had een val bedacht en de duivel gevangen genomen. En op dat moment had de duivel gevraagd en gesmeed: Jack, laat mij toch vrij, dan hoef je nooit in de hel te komen. Na enige tijd liet Jack de duivel gaan. En zo, toen Jack leefde en uiteindelijk stierf, kwam hij bij de hemel aan. Maar daar was geen plek voor Jack. Want zijn zondige leven had hem toe doen om geen plek in de hemel te krijgen. Maar in de hel was hij ook niet welkom. Dat was de belofte die de duivel hem gedaan had. Dat hij niet in de hel hoefde te komen als hij hem losliet. Dat betekende dus dat Jack eigenlijk op aarde rondzwierf en ronddwaalde op zoek naar een intrek en naar een rustplaats. Nou, het doet zelfs blijken dat het verhaal dat de duivel hem een kooltje tegemoet gooide en Jack dus een raap nam en uiteindelijk dus een pompoen werd en dat uitholde en dat kooltje daarin legde en zo zijn lantaarn had om op aarde rond te dwalen om een huis te zoeken. Nou, dit zijn exact ook kenmerken waar de Bijbel over spreekt, over wat een demon is of hoe zich die uit ook, zoals Jezus ook in Matteüs laat zien. He, als een demon iemand verlaat, dan dwaalt hij rond op aarde op zoek naar een rustplaats om zijn intrek in te nemen. In iemand die zijn hart openstelt voor angst, voor schrik, voor duisternis of voor dood. En dat laat ons dus zien dat het gaat over iets wat niet van het Koninkrijk van God is. Iets waar we ons niet mee bezig hoeven te houden. En dan ken je misschien wel de bekende snoepjes. Het wordt ook wel genoemd trick or treat. De kinderen komen aan de deur en die zeggen trick or treat. Dat betekent eigenlijk, we gaan je plagen, we gaan je lastigvallen. We gaan je eigenlijk problemen veroorzaken en onrust als je ons geen snoep geeft. En daardoor dus dat mensen vaak snoep geven aan de kinderen. Daar komt dat oorsprong vandaan. Ook kenmerken die wij kunnen zien aan hoe de duisternis en demonen zich verhouden. Zoals bijvoorbeeld in Koning Sal, waarin dus eigenlijk een demon komt, een boosaardige geest, die hem lastigvalt, die hem treitert tot angst en depressie veroorzaakt. Kenmerken, vruchten dus van dat. Alles in vergelijking ook met dit feest en de oorsprong hiervan. En misschien is het voor ons als gelovigen dan
wel beter om ons niet bezig te houden met dit soort praktijken, maar juist met datgene waar de Bijbel ons toe oproept. Misschien is het beter om niet Halloween te vieren, maar gewoon Pasen. Om ons niet bezig te houden met de opstanding van geesten van doden die een intrek in ons kunnen nemen, maar te geloven in alleen één opstanding van de doden. En dat is Jezus Christus die stierf en opstond uit de dood en de dood heeft overwonnen, zodat jij en ik eeuwig mogen leven. Daartoe zijn we worden opgeroepen om licht te zijn, om leven te spreken en te geven naar de mensen om ons heen, om Pasen te vieren met elkaar en geen Halloween. Ik zou zeggen, gooi die Halloween spullen lekker weg. Hou een gezellige familieavond met extra veel snoep. En mochten er toch mensen aan je deur kloppen of in je omgeving Halloween vieren, dan herinner ze aan de boodschap van Pasen en dat er maar één opstanding is. En dat is Jezus Christus, die de dood heeft overwonnen en eeuwig leven schenkt aan ieder die in hem gelooft. Tot de volgende.